Beste mensen, nogmaals, goedemiddag met een glimlach of goedemorgen zonder zorg of goedenavond. Hier komt het. Nee, is niet zo spannend. Ik wil weer domme shit delen. Let's go. Nu ben ik erbij. Ja, zeker. Oké, luister. Ik moet die disclaimer altijd zetten, want anders gaan mensen het weer anders opvatten. Oké, luister. Domme shit. Dit is domme shit. Heel veel mensen met een podcast zeggen heel veel domme shit. En ik vind dat wij te weinig domme shit zeggen. Dus bij deze ga ik domme shit spitten. Als dame, toch? Als jonge dame. Ik vind niet dat je twee trappen tegelijkertijd moet pakken. Je moet niet twee treden tegelijkertijd pakken. Hey, Fano, effe. Je bent gierig. Bro, wat? Je bent gierig. Nee, pak gewoon één treden tegelijkertijd. Nee, man. Is niet netjes. Ziet er niet elegant uit. Nee. Het is niet zo snel mogelijk. Nee. Je bent al 1,60. Je bent al 1,60. Je springt eigenlijk, hè? Bro. Nee. Wat? Nee. Ik zeg nee. Ik zeg eerlijk, hier kan ik niks op je zeggen, broer. Misschien wil ze gewoon snel boven zijn. Nee, ze moet niet snel boven zijn. Ze moet tijd nemen. Net zoals je die memo ook niet op twee moet afspelen. Is neem dat je tijd. Is dat een afknapper voor je? Is ze onserieuze ik? Je weet toch van die onserieuze x die mensen delen? Is gewoon een onserieuze wat is jou, ik. Wat is jouw meest onserieuze ik? Dat mensen het niet begrijpen, dat vrouwen het niet begrijpen. Maar als je dat ziet, dat je gelijk klaar. Ja, niet gelijk letterlijk klaar. Want die twee treden is niet klaar. Dat kan, hè? Onserieuze ik gewoon. Joke, dus als ik met een meid praat of zo. Ja, bijvoorbeeld. Gewoon iets wat je ziet. Ja, wat is jouw ik? Iggy. Ik kom er niet zo snel op. Ik weet wel, als ik met een meid zou praten en ze zegt dat de vriend van de vast zit, dan ben ik klaar met haar. Want waarom ken jij iemand dicht bij jou die vast zit? Ja, nee. Ja, kan je me zo aankijken, maar ik voel dat niet. Ik voel dat niet, ja? Oké. Waarom is jouw vriend een uithaler? Waarom ken jij zulke mensen? Een vriend van haar? Ja, een vriend van haar, ja. Waarom kan een vriend van haar niet vastzitten? Ja, Faya, ik voel dat niet. Jullie vroegen mij, ik toch? Ik vind dat gewoon niet aan. Ja, ik ben gewoon van, yo. Zet alsjeblieft mijn traptreden naast elkaar, naast dit en dit. Broer. En laten we kijken wat gek Fano, is. Dit is een safe space. Ja. Als dit ik is, ja, is ik. Ja, zeker. Ik let's respect each other's okay, x. Ja. Wat is jouw ik? Sowieso als je ballerina's draagt, dat is echt... Ik weet niet, ik kan niet... Niemand draagt ballerina's. Niemand draagt ballerina's. Bro, alsjeblieft, maar jij gaat nu dingen verzinnen. Man. Mensen dragen geen ballerina's? Ze dragen geen ballerina's. Maspan. Je hebt die Chanel ballerina's, kijk die. Armin. Huh. Ja, mijn ik. Als ik een... Dame, vrouw, de Insta open en je hebt alleen maar foto's van jezelf. Dat moet ze hebben van de lucht en zo. Nee, gewoon... Quotes dus en zo. Oh, jij was zo'n spirituele afzicht van de zee en zo. Het was een beautiful day in the ocean. Maar je hebt zeg maar gewoon een hele feed. Neem maar gewoon iets met vrienden, familie, een activiteit. Maar als ik jouw Insta open en ik zie alleen maar foto's waarin je gewoon solo post. Dus eigenlijk, het is alleen jij. En je doet voor de rest niks. Ja, ik krijg daar een ik van. Maar van, joh, laat iets meer van jezelf zien. Kijk, wat wil je zien? Nee, maar ergens kan ik hem snappen. Want kijk, stel die meid heeft alleen die foto's met die Canon G7X. En dan heeft ze gewoon dat soort foto's de hele dag. Een nieuw jurkje, een jurkje, een jurkje. Het is gewoon iets narcistisch. Ik denk dat ik hem kan begrijpen. Ik heb dat als zelf niet. Als ik jouw Insta open, ik zie jouw activiteiten doen. Ik zie je met familie, vrienden. Ja. Hetzelfde geldt voor jou en hetzelfde voor heel veel andere vrouwen. Dan denk ik van, nee, of een hobby of iets wat je tof vindt. Of iets. Ja, maar sommige zeggen gewoon alleen maar pikas van hunzelf. Dus 60 foto's wat je bedoelt, maar sommige dames gebruiken hun Insta als cv. Wat voor CV? Misschien is dat het wel. Dat ik dat niet dus er is geen ruimte voor andere dingen, man. Vertel die iets meer over jezelf. Als een guy erop komt, je moet mij zien. Vertel iets meer over jezelf. Ik wil als je iets tof vindt. Je mensen leren kennen via Insta. Nee, ik wil gewoon een betere indruk zien dan alleen maar dat je je in een bepaalde post. Weet je wat de ik is? Weet je wat ook een ik is van mij? Wow, hier komt het. Hier komt het. Kijk. Als je in Dubai bent geweest. Ja. En je hebt in dat hotel geslapen daar aan het strand. Je bent even de naam van vergeten. Five Palm. Ja. Mm-hmm. Knap bij deze mij. Is moeilijk, klaar. Man. Ja, maar ik zeg moeilijk. Je eerlijk. Klaar. Een mattie van mij woont in Dubai. Hij zegt, daar komen wel bepaalde types. Het is even van stigma. Alles in als je daar bent geweest, dan knapt het bij mij, man. Dan is het einde oefening. En dan is het ook gewoon... En dan kan ik nog steeds echt gewoon een geweldig persoon vinden. Maar in mijn hoofd is het... Oh, ja, nee, ik ben niet Dubai heel bekend. Dom. Het is domme shit, toch? Ja. Het is domme shit. Het is domme shit. Maar als ik het zie, je bent daar geweest, is voor mij, het licht gaat uit. Het is een safe space om domme shit te zeggen. Ja, ik vind dat we meer uit ons domme recht moeten halen. Dus het is belangrijk. Ik ga nog een laatste delen. Wacht, toch? Ik heb een vraag. Ja. Oké, sorry. Nee, vertel je vraag, man. Oké, Armin.
Yuki. Stel je komt bij mij chillen, toch? Ja. Jij gaat naar die de supermarkt. Staat je echt trouwens. Thanks, man. Oké. Okay. Je gaat naar de supermarkt. Ja. Of nee, je gaat gewoon naar de winkel. Maakt niet uit waar. Ja. Je had een Batra Hennessy. Mm-hmm. Je had 2 zakken chips. Ja. En 1 zak snoep. Je komt bij mij chillen. Wat blijkt? Die fles Hennessy is misschien tot de helft gedronken. 1 chips is op. Eentje is nog vol. Snoep is nog vol. Wat neem je mee naar huis? Of wat doe je ermee als we klaar zijn met chillen? Ik ben een persoon. Ik neem nooit dingen, boodschappen mee die ik heb gedaan, man. Dat zit niet, ja. Bro, kan je geloven, iemand kan bij me chillen. Ze brengt drinken, ze brengt popcorn, ze brengt chips. Die chillings is klaar. Ze neemt gewoon alles mee. Ik kijk gewoon van, ja? Nee, man. Wow, ik vind dat is een gigantisch. Ja, hey bro, ik zeg je eerlijk, ik vond dat zo raar. Ik vond dat kapot raar. En niet eens dat ik het wil, hè. Maar waarom zou je dat meenemen, bro? What the fuck? Je had het toch voor die chillings, dus... Ja. Wat de, hey, sterker bro. Nog, zal ik jou wel vertellen? Ik heb tijdens... wat kan ik nu wel zeggen? Tijdens de coronaperiode een verjaardagsfeestje gegeven. Weet je nog? Ja, ik was het niet. Ben je niet bang? Je kan nog gepakt worden, bro. Hey bro, kunnen we dat niet meer zeggen? Jawel, oké. Okay. Nee, bro. Anyways. Ik krijg een fles Hennessy als verjaardagscadeau. Yeah. Hey, feliciteerd alsjeblieft. Dus wat doe ik? Al mijn cadeaus, die leg ik in de kamer. Mm-hmm. En iemand die mij die fles Hennessy heeft gegeven, yeah? Die is gewoon mijn kamer binnengesneakt, yeah? En heeft die Hennessy gepakt. En ik zag het haar gewoon in een glas, ja! Zetten. En ik stond daarvan, in die kamer van... Ja. Hoi. Gaat alles goed? En ja, ik dacht, laten we gelijk drinken. Ja, man. Wauw. Maar wow, was het een vriendin of wat was de band? Het was een. Was die met die tatoeages, hè? Hè? Was met die tatoeages, hè? Nee. Die met je, oh, oké, okay, jammer. Mijn jongen weet niet. Nee, sterker nog, jullie kennen haar. Oh, wow. DJ. We gaan. Oké, okay, oké. Okay. Okay, off the record. Maar die dacht ik ook van, dit aan denken. Hey, ik ben gefeliciteerd. Ik denk alles gewoon in mijn kamer. En zij sneak gewoon. Ja, kapot eraan. Ik weet nog, deze zomer had ik een barbecue gegeven. Kwam er ook iemand, en diegene kwam met een halve fles. Zei, ja, kijk, ik heb dit voor je. Halve fles Hennessy.